Ja, beste kijkers. Ik heb weer eens iets maf ontdekt. Familie van mij heeft, zoals vele Belgen, in zijn portefeuille zeer interessante fondsen. Fondsen met kapitaalsgarantie. Dat houdt in dat dus de bank verkoopt u een fonds en ze garanderen u dat je 100% van uw kapitaal terugkrijgt. Hè? Maar tegelijkertijd gaat je ook kunnen genieten van aandelen als die stijgen in waarde. Ja? Dus dat is een dubbele winst. Te mooi om waar te zijn. En dat is het dus ook. Hoe werkt het product? Hoe zit het in elkaar? Dat is interessant om te weten. Het zit dus zo in elkaar dat ze dus 80% van het geld dat erin zit, van dat fonds, steken ze in obligaties. Ja? En die obligaties houden hun waarde, normaal gezien. En dan steken ze 20% in opties op aandelen. Ja? En die opties, dus dan wedden ze dat de aandelen omhoog gaan. En als ze omhoog gaan, dan worden die opties geld waard. En dan kunnen ze daar veel mee verdienen. Als het niet omhoog gaat, worden die opties waardeloos. Maar dan gaan ze er toch in slagen van met die obligaties genoeg winst te boeken, zodat ze toch 100% van het kapitaal kunnen teruggeven binnen zoveel jaar. Dat is dus hoe het in elkaar zit. Nu, die obligaties heeft, blijkt dat nu vandaag de dag die obligaties, die fondsen met kapitaalsgarantie niet 100% van uw waarde hebben, maar wel 90% van uw waarde. Dus als je die nu vroegtijdig verkoopt, dan krijg je dus 90% van uw waarde. Dat is eigenlijk een heel goede deal, want als je kijkt wat die obligaties zijn, dan zie je dus dat er allemaal, ja, maakt niet uit welk fonds dat je koopt, ja, je hebt er voor van alles. Je hebt fondsen voor emerging markets, je hebt fondsen voor European stocks, je hebt fondsen zelfs voor, het is te zot om op te noemen, het is van alles in. Je hebt zelfs één voor climate change en zo. Allee, ja, van alles. Maar die hebben allemaal dezelfde obligaties. En wat zijn dat voor obligaties? Dat zijn obligaties die dat... eigenlijk zijn dat dus gewoon financiële obligaties. Ja? En dat wil zeggen dat dat obligaties zijn van financiële instellingen. Nu, wat is er in 2008 gebeurd? De beurs is gecrashed. Maar banken zijn natuurlijk ook gecrashed. En bankaandelen zijn ook gecrashed. Maar ook bankobligaties zijn gecrashed. Ja? Die kunt je nu kopen voor 50% van de waarde. Of misschien zelfs minder. Die zijn zeer goedkoop. En waarom? Omdat de markt absoluut niet in gelooft dat die obligaties gaan uitbetaald worden. Want het risico is dus groot dat die banken nog failliet gaan in tussentijd en dat je dus nul krijgt. Maar dus maar wat dat is dat die obligaties, ja, die in die portefeuille zitten, die zijn niet op de vrije markt genoteerd. Ja? En dus kan de KBC zichzelf wijsmaken, maar ook alle andere grootbanken en banken die zo'n producten met kapitaalsgarantie verkopen, die maken zichzelf nog wijs dat die obligaties nog altijd dezelfde waarde hebben als dat zij beweren, namelijk 100% van hun waarde. Ja, en dat is natuurlijk een lachertje. Dus als jij nu naar de bank gaat en jij verkoopt je
fonds met kapitaalsgarantie krijg je nog 90% van de waarde. Hè? Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is weer al een Ponzi-scheme, noemen ze dat. Ja? Want als ik naar de bank ga en ik haal dat geld af, ja, de bank, die obligaties, wat zijn dat, die financiële obligaties? Wel, dat is geld, ze hebben dat gekregen van die spaarder. Ze hebben dat gegeven aan die financiële instelling en die financiële instelling die belooft van dat terug te betalen, ja, met nog eens interest. Nu, zoals je weet zijn financiële instellingen failliet. Ja? Ze hebben te weinig kapitaal. En wat is dat, een obligatie dat je, een obligatie van een financiële instelling? Dat is geld dat je gegeven hebt aan die financiële instelling. Ja? Wel, als de banken niet genoeg kapitaal hebben en dus failliet waren, zoals gebeurd is vorig jaar, dat wil zeggen dat dat geld op is. Ja? Dat is weg. Ja? En dus als ik dat, als die banken beweren dat er nog zoveel waard is en ik ga dat ook afhalen en ik krijg dat geld, dan wil dat zeggen dat dat gewoon weer al kapitaal is dat gewoon onttrokken wordt uit die bank. Ja? En dus, ene kan dat doen, en misschien 100 ook, en misschien 1000 ook, maar dat kan niet. Dat is, je kunt, als mensen dat beginnen doen, op grote schaal, binnen de kortste keren, zit die bank in financiële problemen, gaat die weer failliet. Dus, ja, het zal weer voor de snelle zijn, hè. Ja. Het is erg, maar het is zo. Kijk, het is gewoon absurd. Want als jij de fonds verkoopt en jij krijgt 90% van die waarde, dan kun je direct, ja, in de vrije markt ook obligaties kopen van financiële instellingen die aan een veel goedkopere prijs. Ja? Dus als jij dat eruit haalt en jij wilt per se obligaties hebben van financiële instellingen, wat ik niet aanraad, ja, maakt niet uit hoe goedkoop je ze kunt krijgen. Ja. Maar als je dan toch per se een gokje wilt wagen, dan kun je dat nog altijd doen en je zult het veel goedkoper kunnen doen. Hè. Of als je echt zegt van ik wil al mijn geld, ja, in financiële obligaties steken, want het is wel degelijk hetgeen dat je nu hebt met je fonds met kapitaalsgarantie, dan kun je dat geld eruit halen en kun je waarschijnlijk 3, 4, 5 keer meer obligaties krijgen van financiële instellingen. Die nog het potentieel hebben van zeer snel te stijgen in waarde, want de markt is nogal wisselvallig gaat van zware onderwaardering naar bovenwaardering afhankelijk van het sentiment van de dag. Hè. Dus als je zo'n obligatie zou kopen, heb je zelfs nog kans. Zelfs dat die banken failliet zouden gaan binnen een paar jaar, heb je zelfs nog kans van komende jaar veel winst te maken. Dus dat kunnen we nog altijd doen. Voilà, dat is het verhaal van de fonds met kapitaalsgarantie. Eén grote joke. Ja? En ik hoop dat de mensen dat niet aan de leven blijven zullen moeten te weten komen. Dat was het.